Wat is er nou leuker dan spelenderwijs leren over, nou in dit geval een antibiotica-resistentie? En dat kunnen de bezoekers op Hoogkaterijnen in de Escape Room van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ze leren dat een patiënt een antibiotica-kuur heeft gekregen, maar dat het niet werkt omdat de bacterie ongevoelig is voor de antibiotica. En dat ze zelf op zoek gaan naar nieuwe, andere werkende antibiotica. Niet alleen in Utrecht, maar in heel Europa wordt vandaag aandacht geschonken aan antibiotica-resistentie. Wereldwijd gezien zijn er steeds meer resistente bacteriën en werken de antibiotica steeds minder goed. Dat gebeurt overal om ons heen. En in Nederland doen we het echt goed. Maar dat komt omdat we antibiotica alleen krijgen als de arts het voorschrijft. Maar in heel veel andere landen is dat niet zo. In de Escape Room lossen de bezoekers in 10 minuten een medisch mysterie op. En daar leren ze veel van. We moesten zelf kijken welke antibioticum wel werkte en niet. Dus dat was wel echt heel leerzaam. Ik wist eigenlijk niet dat je met blaasontsteking bijvoorbeeld echt resistent kon worden. Ik heb er totaal eigenlijk zelf geen verstand van, maar het is wel goed. Mijn moeder werkt bij de apotheek, dus dat is dan wel, ik krijg er wel wat van mee. Maar over het algemeen niet. Dus het is wel goed dat ik er nu wat wel van heb opgestoken, zeg maar. Het is deze bezoekers gelukt om de juiste antibiotica te vinden voor de patiënt. De Escape Room staat nog 3 dagen, dinsdag en woensdag. En mensen kunnen komen en ze kunnen gewoon alle minuten Escape Room spelen.